Hallo, ik ben Katrien van der Schoot. Welkom op de Roma Talks. We gaan vandaag in debat over de korte keten. Dat is een vlag die vele ladingen dekt. Als je er meer van wil weten, blijf dan volgen, want ik ga in gesprek met Tom, met Ruud en met Maarten. Wel, we beginnen bij het beginnen. Ruud, wie ben je eigenlijk? Ik ben Ruud van Reuzel en ik ben een van de drie medeoprichters van Rico of Rico Lab. We zijn een coöperatieve buurtwinkel hier vlakbij op het Kogelsplein in Deurne. Ja, Rico Lab, een letterwoord. Dat kan voor veel staan. Waar staat het voor bij jullie? De Lab staat voor lokaal, afvalarm en biologisch. Dus wij kopen zoveel mogelijk rechtstreeks aan bij lokale bioboeren en kleinere ecologische producenten. Ja, oké, dat is alles in één. Dat is eigenlijk een heel totaal concept absoluut. Hè? Goed, hè? Ja. Ecologisch en sociaal dan eigenlijk ook. Ja, hè? Ja. Een beetje onze fair trade hier op lokaal vlak, zou ik kunnen zeggen. Ja, absoluut. Hoe ben je ertoe gekomen om in die sector te gaan eigenlijk? Waar kom je vandaan? Ik heb eigenlijk de afgelopen 6 jaar bij de Roma gewerkt. En mijn werk heb ik gecombineerd met een biolandbouwopleiding bij Landwijzer. Omdat ik ook de stad en de natuur mee met elkaar wou verbinden. En toen kwam een bevriend koppel, Matthias en Vera, die kwamen naar mij en die zeiden van we hebben het plan om in Antwerpen, in Deurne eigenlijk, een verpakkingsloze winkel te beginnen. En ik dacht toen van ja, puur van die winkel word ik niet zo warm, maar wel als we dat dan koppelen aan meer een ervaringsplek waar dat ook brood wordt gebakken, wat nu ook het geval is, deze brood. En waarbij we echt met verschillende lokale boeren gaan samenwerken. Helemaal overtuigd dus, hè? Ja. En hoe werkt dat dan, zo'n winkel? Je zegt, wij werken samen met lokale boeren. Dat is echt de korte keten, hè? Hoe werk je dan? Dus het goede is dat ik wel een netwerk heb van verschillende opstartende, jonge bioboeren vanuit mijn opleiding dan. Er zijn er verschillende zo gevestigd in en rond Antwerpen. En wat wij echt belangrijk vinden, is dat wij... Ja, en sowieso een eerlijke prijs geven voor hun producten. Dat wij ook niet gaan onderhandelen. En zelf, dus korte keten zien wij als... We proberen onszelf zoals een klein mogelijke schakel te zien. We nemen een heel kleine marge op de producten. Maar wel op een duurzame manier, want we moeten natuurlijk wel ons eigen transport en loonkosten en zo mee in rekening nemen. Maar we gaan niet over die prijzen onderhandelen. En wat we heel belangrijk vinden, is dat we ook echt de verhalen achter de producten aan onze klanten kunnen meegeven. Dus dat op een heel authentieke manier eigenlijk al de info kunnen meegeven aan de klanten. En zo echt die band tussen de producent en de klant zo klein mogelijk, zo goed mogelijk kunnen versterken. Ja, dat is voor jou dan echt korte keten, of betekent dat nog iets anders? Nee, dus in de eerste plaats is het echt zo rechtstreeks mogelijk aankopen bij dan die bioboeren en producenten. Maar je zegt, wij nemen daar zo weinig mogelijk marge op. Is dat dan economisch wel haalbaar? Kan je dan overeind blijven als winkel? Ja, dus dat is echt sowieso de evenwichtsoefening. Dus we zijn in het begin ook met heel veel andere afvalarme winkels gaan praten. We hebben ook gepraat met de Food Hub, waar we een heel fijne samenwerking nu mee hebben. Dat is ook een biologische groothandel. Dus we hebben echt heel veel onderzoek gedaan. Maar het is, de kunst zit er wel inderdaad in om de marge zo klein mogelijk te houden, maar wel onze vaste kosten mee te verrekenen. Maar dus, ik wou nog zeggen, van de winst staat daarbij zeker niet voorop. Dus we zijn ook een coöperatie. Dus in de eerste plaats is het vooral van een faire prijs voor de boeren. Dan dus de kleine marge. En als er eventuele winst is, dan vloeit die ook echt terug naar onze coöperanten. Die zowel klanten zijn als producenten en ook boeren. Wel, laten we het eens over je klanten hebben. Je zegt dat zijn de coöperanten, maar ook mensen die hier, want we zitten hier in het Antwerpse, in het midden van de stad, Deurne is natuurlijk tegen de stad, komen kopen bij jou. Wie is jouw publiek? We mikken eigenlijk best op een zeer breed publiek. Het was ook heel fijn om te zien toen we net startten, dat er al heel veel mensen daar in Deurne langskwamen en zagen wat er gebeurde en echt zeiden van wij zitten te wachten, want daar in Deurne er zijn eigenlijk heel weinig plekken waar je verse groenten, vers gebakken brood enzovoort kan kopen. En het is zeker niet zo dat de biologische producten dat hier enkel zijn voor zo de witte middenklasse, om het zo te zeggen. Er zijn heel veel jonge gezinnen die langskomen en we zien een hele
brede variëteit. Er zijn zowel jonge als oudere mensen die komen. Heel veel oude mensen zeggen ook van, of oudere mensen die in de winkel komen, zeggen ook van, ah, maar vroeger kochten wij ook al verse melk in bokalen en we zijn dat gewend van rechtstreeks bij de boer te kopen. Dus dat is sowieso heel fijn. We merken ook het echt wel dat veel klanten specifiek ook echt voor de kwaliteit van de producten komen. Er zijn bijvoorbeeld heel wat klanten met meer Oost-Europese roots die dan specifiek voor verse koemelk of geitenjoghurt komen. Zo echt die specifieke producten. En het fijne is ook dat ja, we zijn dus een afvalarme winkel. Dus je kan met je eigen potje of zo kopen of een papieren zakje nemen en je kan echt op maat komen winkelen. Dus ook mensen die een kleine budget hebben, kunnen echt datgene kopen wat ze nodig hebben. Ze hoeven niet per se dan een kilo of zo van iets af te nemen. Dus het is echt zo heel ja, maatgericht. Bedankt alvast voor het gesprek hier. We gaan het nu eventjes wat warmer maken binnen in de Roma. En straks praten we verder met alle andere gasten. Oké. Dankjewel. Ja, nog een fijn plekje in Borgerhout. Er staat een boom. Dat vind ik al heel geweldig. En een tof huis op de achtergrond. Goed, Maarten, het is jouw beurt. Wie ben je eigenlijk? Stel je eens voor. Ik ben Maarten Kerpetier. En samen met mijn ouders baat ik een biologisch melkveebedrijf uit in Stekenen. En we zijn tevens ook lid van de coöperatie biomilk.be. Dat is een Belgische coöperatie van biologische melkveehouders. En ik ben daar ook tevens secretaris van. Oké, okay, een biomelkveebedrijf. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe groot is het? Hoeveel koeien hebben jullie? We bewerken, allez, of we gebruiken ongeveer een 80 hectare land. Met teelten als grasklaver vooral. En dan een beetje mais en voederbieten. En, dat eten produceren we voor onze koeien. En die zetten dat voedsel om in melk. Ja. Ja, en hoe kom je aan dat concept om dat zo te doen? Want je bent eigenlijk begonnen met je ouders dan toch, met traditionele landbouw. Waarom de biolandbouw? De interesses in de bio waren al langer aanwezig, maar dan eigenlijk de trigger om dan toch de sprong te wagen, zal ik zeggen, is eigenlijk gekomen omdat ons toenmalige melkophaler de samenwerking wou stoppen. Ja, en dan hebben we beginnen nadenken van, ja, wat is de toekomst? En hoe gaat het, de melksector, naar waar gaan we best? En dan hebben wij dan toch beslist om biologisch te worden. Ja. En kon je dat alleen in deze landbouwmarkt die België is, in Vlaanderen is? Ja, we waren tegelijkertijd, want je hebt wel organisaties die de biosector een beetje vertegenwoordigt. En, dus we waren samen met tien boeren eigenlijk zijn ongeveer gelijktijdig omgeschakeld naar de biologische melkvee. En dat zorgde er wel voor dat we hulp en steun aan elkaar hadden voor te zien hoe het bij een ander gaat. En dan zijn we er toch geraakt. Ja. Ja, jullie werken in de korte keten, want daar gaat het vandaag over. Wat betekent dat dan voor jou? Heb je echt rechtstreekse afnemers, mensen die bij jou op de boerderij komen kopen? Rechtstreeks op bedrijven is zeer beperkt, dat zijn maar wel buren. Maar het is wel zo met de coöperatie dat we met korte lijnen werken, zo gezegd, dat dan onze melk met contracten vast ligt voor de komende, voor het jaar lang, zo gezegd. Dus, en het is ook onze producten uiteindelijk dan ermee geproduceerd worden, gaan ook niet ver. Dus we blijven meestal in België. En wie zijn dan die afnemers? Dat zijn de kaasmakerijen zoals Passendalen, Damse kaasmakerij, VL Salm. En dan hebben we ook een groot contract samen met De Leize, waar we bij samen afgesproken hebben wat een faire prijs is. En dus aan die prijs nemen dan de verschillende verwerkers onze melk af, voor die dan in De Leize worden verkocht. Ja. Dus je kan eigenlijk stellen dat het een beetje van alles wat is. Het is ecologisch, het is sociaal, een faire prijs en het is dichtbij. Kan ik het zo samenvatten dat dat voor jou korte keten is? Ja, dat het toch dat ook gerespecteerd wordt voor je product en dat het daar een faire prijs voor krijgt. Ja. Mm-hmm.
Heel interessante aspecten allemaal. We gaan daar straks verder over praten met de twee anderen, met Ruud en met Tom, die ook al hun verhaal hebben gedaan. Dank je voor dit gesprek alvast. Graag gedaan. Ja, Borgerhout telt nog andere mooie plekjes. We zaten daar straks al aan de kerk, de Sint-Janskerk. En hier zitten we op het Krugerplein, moet ik zeggen, in Antwerpen. En voor mij zit Tom. Tom, stel jezelf eens even voor. Ik ben Tom Eijswijn. Ik werk bij Oxfam Wereldwinkels op de beleidsdienst. En houden we vooral bezig met de vraag hoe we ons landbouw- en voedselsysteem duurzamer kunnen maken. En wat doe je dan vooral als werk? Dus voor een stuk analyse natuurlijk van de trends, de evoluties in dat landbouw- en voedselsysteem. De politieke besluiten, de politieke evolutie opvolgen. Maar tegelijk hebben wij als netwerk en beweging ook een heel concrete component in onze werking. Omdat wij natuurlijk ook zelf in dat landbouw- en voedselsysteem en het handelssysteem actief zijn. Omdat wij heel veel producten uit het zuiden naar de lokale wereldwinkels hier in Vlaanderen brengen. Mm-hmm. Ja, duurzaamheid is natuurlijk een modewoord, hè? Zeker de laatste tijd, zeker in coronatijden. Hoe spelen jullie daarop in? Wij proberen daar een zinvolle invulling aan te geven, zonder aan greenwashing te doen. Wij gebruiken het op zich niet modieus, maar je hebt natuurlijk twee belangrijke pijlers in die duurzaamheidsgedachte. Het ecologische is zeer actueel, ook in het licht van de klimaatcrisis natuurlijk. Een zeer belangrijke, urgente pijler. En anderzijds betekent duurzaamheid natuurlijk ook een sociale duurzaamheid en het garanderen van mensenrechten, het voorkomen van uitbuiting en machtsmisbruik. Mm-hmm. Het gaat over korte keten, je zou kunnen zeggen. Dat heeft te maken met afstand direct van de boer naar de afnemer. Maar dat is niet helemaal, die vlag dekt die hele lading niet voor jullie, hè? Nee, korte keten is een beetje een vaag concept nog altijd. En wordt dikwijls gezien als een geografische oplossing. Dus laat ons producten van nabij kopen, dan zal het wel goed zijn. Maar dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht. En je zou korte keten ook kunnen zien als het aantal tussenschakels, het aantal beperkte tussenschakels in die keten. En daarop toezien dat je eigenlijk machtsmisbruik of uitbuiting voorkomt. Dus in principe, als je rechtstreeks koopt bij een coöperatie en ervoor zorgt dat je een eerlijke prijs betaalt en die consument ook bereid is om die billijke prijs te betalen, zonder dat je je positie als tussenhandelaar misbruikt, dan kan je ook spreken van een korte keten, ook al komen die producten van over grote afstand natuurlijk. Mm-hmm. Jullie zijn natuurlijk in de eerste plaats een Noord-Zuid-organisatie met heel lang de focus op Zuid. Hoe breng je daar dan die Noord-factor in nu en die korte keten? Het is inderdaad zo dat wij al geruime tijd het ecologische aspect omarmd hebben en al meer dan 10 jaar eigenlijk ook bioproducten opnemen, uit het zuiden dan wel. Maar de laatste 5 jaar ook inzetten op het verkorten of het werken met wat wij dan Noordproducenten noemen. En zo bijvoorbeeld in onze appelsap zijn overgestapt van fairtrade producenten van ver af naar lokale Limburgse appeltelers die dan voor ons dat appelsap maken bijvoorbeeld. We hebben voor 2 jaar geleden een bier ontwikkeld met uitsluitend Belgische ingrediënten. En op die manier proberen we toch eigenlijk ook aan te tonen dat je op een duurzame, rechtvaardige manier lokale producten kan opnemen. Realiseren. Mm-hmm. Nu, het gaat een beetje vooraf aan wat er nadien nog zal volgen in het gesprek, maar wat is de belangrijkste boodschap die de luisteraars, de kijkers moeten onthouden van jullie uit? Ja, als je nadenkt over korte keten en dat ziet als een mechanisme om op een verantwoorde manier te consumeren, dan zou ik het afstappen van het idee dat het van nabij moet komen aan zich. Want het is niet omdat het van nabij komt dat het duurzamer is, nog in ecologisch, nog in sociaal opzicht. Dus de vraag die je als consument eigenlijk moet stellen is in relatie tot die korte keten, is dat product
komt op een verantwoorde, ecologisch duurzame en sociaal duurzame manier op mijn bord terecht. Oké, bedankt voor het inleidende gesprek en ik nodig je uit om dan samen in gesprek te gaan met Maarten en met Ruud in de Roma. Ja, met plezier. Voilà, we zijn van de Roma-wandeling nu toch overgeschakeld naar het Roma-café. We zitten hier in de mooie foyer zonder publiek, helaas, maar toch. We gaan toch proberen om het hier even gezellig te maken. Jullie hebben zich al voorgesteld. Ik weet nu dat jullie heel erg begaan zijn met de korte keten, maar wat is dat eigenlijk, een korte keten? Welke lading dekt die vlag? We gaan daar toch eens een beetje dieper op in, hè. Maarten, ja, laten we eens bij jou beginnen. Jij was eigenlijk een traditionele landbouwer, een melkveehouder. Nu hoofd van Biomilk, maar waarom ben je overgeschakeld en wat klopte er niet aan dat traditionele verhaal? Bij ons, het bedrijf, waren eigenlijk al langer geïnteresseerd om met die bio te beginnen. En dan is er eigenlijk een moment gekomen waarop de toenmalige melkafnemer de samenwerking heeft stopgezet. En dan is het eigenlijk het moment gekomen dat we beslist hebben om er dan toch in die sprong te wagen naar de biologische landbouw. Mm-hmm. Je zegt sprong te wagen. Wat was er dan moeilijk aan? Ik bedoel, ik neem aan dat dat heel wat financiële uitdagingen waren op dat moment. Het is vooral omdat de sector niet goed kent, dat er niet... Het zijn andere vertegenwoordigers en het zijn andere mensen waar je mee moet samenwerken. Dus in die opzicht is de gangbare landbouw hebben onder de knie, maar dan moeten we met een biologische terug opnieuw een beetje zoeken. Mm-hmm. En hoe moeilijk is dat dan als landbouwer? Want je hebt inderdaad al die traditionele... er zijn coöperaties, je hebt de Boerenbond, je hebt allerlei andere organen en instellingen. Hoe raak je dan tot bij die nieuwe vormen van samenwerking? Moet je dat zelf allemaal uitzoeken? Bij ons, wij waren met 10 boeren, dan eigenlijk tegelijkertijd ongeveer omgeschakeld zijn naar de biologische melkvee. En dan hadden we ook wel samen vergaderingen en zo. Dus we hebben eigenlijk ook wel veel van elkaar geleerd en ook wel van de bestaande biologische bedrijven gaan bezoeken en zo. En er zijn ook wel genoeg adviseurs die u daar kunnen bijstaan. In welke zin is dat een voordeel geweest om dat te hebben, zo'n coöperatie? Onze coöperatie is eigenlijk... het zijn een coöperatie van biologische melkveebedrijven in België. En met een 50-tal boeren. En wij halen al die melk op en wij verkopen die als coöperatie dan aan de verschillende afnemers, zoals verschillende kaasmakerijen als Passendale en dergelijke. En ook een groot contract eigenlijk met de Leize. Dus waar de Leize eigenlijk de melkprijs bepaalt en Zulder zorgt dan voor verwerking en komt dan bij de Leize in de winkel. Ja. Oké. Okay. Nu, Ruud is ook een van de afnemers natuurlijk, heel in dit korte ketenverhaal. Jij werkt rechtstreeks met lokale landbouwers. Welke voor- en nadelen heeft dat eigenlijk? Zeker wat dat die prijs betreft bijvoorbeeld. Ik wou net zeggen, want ik hoor Maarten zeggen van de Leize bepaalt de prijs. En wij gaan er eigenlijk vanuit van, dus wij werken rechtstreeks met verschillende bioboeren of kleinere producenten die dan zeggen van, ja, dit is de prijs die wij ervoor nodig hebben. En dat is dan ook onze insteek, dat wij zeggen, dat is ook een beetje een vertrouwen van, die prijs geven wij sowieso. En dan nemen wij zelf eigenlijk zo klein mogelijk een marge daarop. Maar wel op een manier dat wij ook duurzaam kunnen blijven voortbestaan. Dat wij ook onze vaste kosten daarin kunnen steken. Mm-hmm. Maar houdt dat dan niet een beetje een soort van fair trade in? Dat je zelf je moet engageren om daarin mee te gaan? Want dat is niet helemaal volgens de wetten van de vrije economische markt. Hè? De vrije markteconomie, zeg maar. Dat is inderdaad ook die eerlijke prijzen bij ons. Dat staat ook mede vooraan. En wij, net omdat wij dan de producenten zo echt persoonlijk kennen, kunnen wij de verhalen daarachter echt meegeven en weten mensen heel bewust waarvoor ze kiezen. Maar het vergt een engagement, zowel van jou als van de klant. Ja, absoluut.
Maar het is zeker niet zo dat het daarom altijd duurder is. Hè? Want ik hoor nu al zo van een engagement om inderdaad bewust voor iets te kopen en daar meer geld voor te geven. Maar ja, het gaat hier om seizoensgebonden, vaak groente en fruit, als we daartoe blijven. Dus dat hoeft zeker niet per se duurder te zijn. Ik denk dat dat zo wat een cliché is van bio is direct duurder en zo, maar dat is niet per se waar. Mm-hmm. Ik ga daar Tom eens zijn mening over vragen. Tom van Oxfam, je hebt het een beetje het helikopterzicht daarover. Wat valt je op als je deze twee mensen aan het woord hoort? Je hebt aan de ene kant de producent, aan de andere kant de afnemer in die kleine korte keten. We hebben al de woorden engagement gehoord, prijs. Je moet er een goede en eerlijke prijs voor krijgen. Hoe zie jij dat zo'n beetje van bovenuit? Wel, ik denk inderdaad dat dit de invulling is die je aan korte keten, aan het concept moet geven. Maar dat het concept op zich nog voor vele interpretaties vatbaar is momenteel. Maar deze manier, die eigenlijk een soort handelsrelatie op basis van respect, wederzijds respect, voorstaat, lijkt mij de enige mogelijke correcte invulling van die korte keten. Dus het gaat er eigenlijk om dat je de machtsverhoudingen binnen handelsrelaties, een beetje, dat je daar rekening mee houdt en die niet misbruikt. Bijvoorbeeld dat een opkoper niet zijn situatie misbruikt om de boer zijn prijs te laten drukken, omdat hij weet dat die boer toch moet verkopen op dat moment. Dus uiteindelijk gaat korte keten niet over nabijheid op zich of over het vlakbij zijn van de boer in Vlaanderen op zich, maar gaat het erom dat je op een respectvolle manier koopt en verkoopt aan elkaar. Mm-hmm. Als ik advocaat van de duivel mag spelen, is dat niet een beetje naïef? Het gaat in tegen heel wat economische wetten, zal ik het niet noemen, maar gang van zaken op dit moment, vrije markteconomie. Moeten we medelijden, om het zo te zeggen, hebben en respect en ja... Er zullen heel wat mensen zeggen, ja, maar nee, ik wil gewoon goed voedsel en oké, ik wil daar wel een prijs voor betalen, maar er is de vraag en het aanbod. Hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat idee van wetten van de economie, dat een misvatting is, dat er niet zoiets is als een natuurwet die bepaalt dat je altijd zo goedkoop mogelijk moet aan je voedsel zien te geraken of aan al je producten moet zien te geraken. Dat is een beetje een misvatting in onze cultuur, als consument denk ik, dat we op jacht moeten gaan naar de meest goedkope dingen, ten koste van die producenten die erachter zitten. Dat is natuurlijk ook een beetje waar Oxfam al 50 jaar voor strijdt dan. Dat je de producent achter die producten moet zien en dat er geen enkele reden is om die niet met respect te behandelen. En is dat veranderd nu, bijvoorbeeld nu met de coronacrisis, waarin we zo ineens tot de vaststelling gekomen zijn dat heel de grote wereldmarkt is afgesneden tot op zekere hoogte en dat we ineens allemaal rondom ons zijn beginnen inkopen doen? Is er zo een soort van, ja, ik zal het heel ouderwets zeggen, een frank die gevallen is? Ik vraag het aan Ruud en aan Maarten. Ruud? Ja, wij hebben alleszins, we zijn 2 maanden gestart net voor de corona. En toen was er al wel een goede verloop of zo van klanten, maar we hebben echt een enorme boost gezien van klanten die hun weg vinden naar onze winkel. Ik denk enerzijds omdat ze ook meer daar tijd voor nemen en meer thuis zijn, meer waarde hechten aan wat er op hun bord komt, zelf meer aan het koken en aan het bakken zijn. Maar we merken ook echt wel veel vragen naar zo de oorsprong van de ingrediënten en het voedsel. Dus wat ons betreft zeker. En jullie doen daar ook, jullie maken daar publiciteit rond of bewustmaking? Of hoe breng je dat aan de klant dan? Ja, we zitten heel hard in op communicatie en echte authenticiteit. Dus het transparante proces en de verhalen achter de producten en de producenten. Dat speelt echt een grote rol. Ja. Ja, Oxfam is daar natuurlijk professioneel mee bezig. Vind je dat dat nog veel meer zou moeten gebeuren vanuit bijvoorbeeld de overheid of in de media? Dat de mensen door de bomen ook het bos kunnen zien. Want je hebt natuurlijk heel veel labels. Je hebt streekproducten, je hebt bioproducten. En soms vinden de mensen hun weg niet meer. Moet dat niet nog een beetje helderder dan dat het nu is? Het is waar dat er veel labels zijn en dat verwarring schept natuurlijk. Anderzijds, een aantal van die labels staat natuurlijk voor een zekere garantie. Dus in het geval van bio garandeert dat die producten op een duurzame manier tot stand zijn gekomen, dat dierenwelzijn gerespecteerd is. Dus het is ergens wel legitiem om met labels te blijven werken, denk ik.
Mm-hmm. Maar dekken die de lading? Want je kan er een label op plakken, maar er kunnen ook nog vervalsingen in zitten. Ik heb het nu over bijvoorbeeld onlangs fruit dat vanuit Zuid-Europa naar hier komt. Worden hier door de afnemers ook labels opgeplakt om zichzelf in te dekken? Hoe zeker zijn de klanten dan dat label ook wel echt, dat er ook iets achter zit, achter dat label, hè? Ja, je hebt waarschijnlijk wel quasi frauduleuze praktijken met labels die claims maken die ze eigenlijk niet kunnen realiseren. Nu, in het geval van Fairtrade of van Bio zijn dat wel zijn dat criteria die ook worden gecontroleerd door externe organen. Dus in die zin denk ik dat eigenlijk wel garantiesystemen zijn die de consument vrij veel zekerheid kunnen verschaffen over de oorsprong van het product. Mm-hmm. En merk je nu zo ook, we hebben dat al gehad over de mentaliteitsverschuiving bij de klanten, maar dat ook de overheid daar stilletjes aan in mee is? Want ja, landbouw, het is Vlaams, het is eigenlijk ook Europees. Merk je daar zo stilletjes aan een verschuiving in, dat die duurzaamheid, korte keten, dat een beetje, ik zal maar zeggen, populairder wordt en dat de overheid daar ook in meegaat? Naar jullie toe dan als producent? Europees is er wel sprake dat ze naar een hoger percentage biologisch willen. Maar dan zal de vraag van de bioproducten ook wel omhoog moeten. En ik denk dat er bij de consumenten dan nog meer steun nodig is voor bio te laten kopen, hè, om aan die 25% te geraken dat Europa zich voorstelt. Ja. Ik zie Ruud knikken. Gaat dat de goede richting uit? Of wat moet er nog gebeuren dan? Ja, nee, ik kan maar zeggen dat wij eigenlijk een beetje per ongeluk, dat onze timing wel goed is geweest, of in onze opstartfase hebben we ons project uitgeschreven en hebben wij ook ondersteuning gekregen vanuit de Vlaamse overheid. Dus dat was wel heel fijn om aan zo onze ondernemingsplan en financieel plan te kunnen starten. Ja, en ik zeg het, ik zie bij onze klanten wel ik zie in het algemeen wel een grote kentering. Maar ik ben wel benieuwd of er inderdaad nog meer vanuit het grotere beleid of zo ondernomen zal worden. Mm-hmm, ja, zeg maar hoor. Ja, ik denk dat het probleem binnen beleid soms ook is dat er verschillende beleidsdomeinen zijn waar de coherentie een beetje zoek is natuurlijk. Hè. Dus je kan wel een landbouwbeleid of een ondersteuningsbeleid ontwikkelen om bijvoorbeeld die omschakeling naar bio of duurzame praktijken of klimaatdoelstellingen te implementeren. Maar tegelijk zijn er misschien beleidslijnen die inzetten op internationale handel of op grootschaligheid, agro-industrie, en die dan eigenlijk een beetje die inspanningen misschien teniet doen. Dus heel het gebrek momenteel aan coherentie binnen ons voedsel- en landbouwbeleid zorgt er een beetje voor dat die initiatieven misschien wat ondermijnd worden. Je bedoelt dat ze met twee stemmen spreken eigenlijk? Soms. Ja, denk het wel. Bijvoorbeeld als je kijkt naar zo'n melksector, die is... Enerzijds maakt dat dan deel uit van de korte keten. Hè, willen consumenten dan Belgische melk? Wat goede evoluties zijn natuurlijk. Maar anderzijds is de melkproductie zo hoog of wordt zo ingezet op schaalvergroting en het verhogen van die productie, dat je met zoveel melk zit dat die als poeder dan naar West-Afrika moet worden geëxporteerd. En dat is eigenlijk... Ja, er is een gebrek aan coherente visie op hoe je je landbouw- en voedselbeleid wilt uitrollen in België, in Vlaanderen, maar ook in Europa. En in welke richting gaan we? Want ik bedoel, de overproductie... ik ben zelf al 15 jaar geleden in Senegal geweest om reportages te maken over bijvoorbeeld het dumpen van Nederlandse uien in Senegal of de tomatenoverschot. Is dat van het verleden of leeft dat nog altijd? En in welke richting zijn we eigenlijk aan het gaan? Ja, ik denk op Europees vlak dat er nog altijd enorm wordt ingezet op export. En ik ken niet de juiste cijfers, de verhouding tussen import en export, maar er wordt in ieder geval nog massaal veel naar varkensvlees naar China bijvoorbeeld, peren naar Rusland als dat zou mogen, maar ook die melkpoeder naar West-Afrika. Duidt er wel op dat wij een deel van onze landbouw inzetten als segment van onze internationale handel. En dat is geen goede evolutie natuurlijk. Dus die ondergraaft ook een beetje de omslag naar een duurzaam landbouwbeleid. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben die landen ook recht op een duurzaam eigen landbouwsysteem en een eigen korte keten. Hè. Maar als je de markt daar verstoort door je melkpoeder te dumpen bijvoorbeeld, dan kan daar ook geen korte keten ontstaan. Nee, dat is waar. Nu,
Dat brengt ons tot het tweede punt, wat heel belangrijk is. Hè. De rode draad eigenlijk een beetje van het gesprek is think globally, act locally. We moeten toch die relatie met het zuiden er ook bij betrekken. Duurzaamheid en denken aan het zuiden. Nu, als ik daar goed bij nadenk, creëert dat toch wel wat problemen. Hè. Je hebt het, een spanning tussen wat wij noemen, wat al heel lang bekend is, fair trade label en korte keten. Fair trade wil zeggen dat je dingen uit het zuiden naar hier kunt brengen en de boeren in het zuiden een eerlijke prijs geeft. En je hebt de spanning tussen bio en korte keten. Nu, Ruud, ja, hoe los jij dat op in je winkel? Wat verkoop je allemaal? Mm-hmm. Wat is fair trade? Wat is korte keten? Wat is... Het staat voor de drie, hè, heb ik gehoord. Ja, ja. Hoe los je dat op? Doe je, is het een en-en verhaal? Ja, het is een in-in verhaal. Dus in de eerste plaats willen wij zo breed mogelijk lokaal en biologisch aanbod creëren. Met allemaal dus lokale Belgische producten. En dan zijn er natuurlijk een aantal producten die van verder moeten komen. Dus ik denk dan bijvoorbeeld aan bananen en koffie. Daarvoor kiezen we dan aan fairtrade en biologisch sowieso. Maar er zijn ook wat producten die we willen aanbieden en die van verder komen. Zoals, en waarvoor het ook moeilijker is om met die labels te werken. Denk maar aan pinda's, aan rijst en cashewnoten. En op dat moment heb je net behoefte aan een label, omdat er weinig transparantie is, omdat je de boeren of de producenten daarachter niet persoonlijk kent. En daar, het is moeilijker om zo'n producten te vinden. Mm-hmm. En wat is daar het belangrijkste voor jou? Dat het dan fair trade producten zijn of dat het bioproducten zijn? Of wat speelt er dan mee? Dan proberen wij toch voor fair trade in bio te gaan. Het blijft een in-in verhaal, dat wel. Okay. Maar het is niet altijd simpel. Nee, daarom dat ik het ook eens aan Tom vraag, want Oxfam is er al heel lang mee bezig. Met heel lang het accent op eerlijke handel en de laatste 10 jaar ook meer binnen die fair trade aandacht voor het ecologische aspect daarvan. Ja, je zult mensen hebben die zeggen, maar als ik fair trade dingen koop, dan is dat een grote transportkost en zou dat een grotere ecologische voetafdruk kunnen hebben. Hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om? Of is dat eigenlijk een cliché dat helemaal fout is? Het is een beetje een cliché of een gangbare misvatting, zal ik maar zeggen, dat transport op zich de grote ecologische kost is in uw voedselketen of in uw handelsketen. Dus dat hoeft zeker in het geval van voedsel niet zo te zijn. Ik denk dat het transporteren van wijn uit Chili via een container op een schip uiteindelijk duurzamer is dan die wijn uit Spanje halen of uit Zuid-Frankrijk over de weg. Dus die discussie moeten we wel nuanceren. Het is net in dat idee of in dat concept korte keten dat wat moeilijk ligt, omdat je direct denkt aan geografische nabijheid. En dat is niet de belangrijkste parameter van een duurzaam voedselsysteem of een duurzame handelsketen. Wat niet wegneemt natuurlijk, dat je wel zo duurzaam mogelijk die producten tot stand moet laten komen. Hè. En dus biologische productie is een garantie op een ecologisch verantwoorde productiewijze. We zeggen korte keten is misschien niet het juiste label, het zou beter duurzaam zijn, maar je zou ook kunnen zeggen, ook daar in het zuiden moet je een korte keten hebben en een lokale afzetmarkt in plaats van de producten naar hier te brengen. Vind je dat ook? Of hoe sta je daar tegenover? Ik denk zeker dat de productie in het buitenland, dat die best altijd lokaal zoveel mogelijk wordt verdeeld, zogezegd, om die transport in het algemeen te verminderen. Maar als er producten niet in het binnenland kunnen geproduceerd worden, omdat in andere landen ze dat een warmer klimaat of een kouder klimaat hebben, dan denk ik, als er de vraag naar is van de consumenten, dat er zeker mag geproduceerd worden, ook voor het buitenland, zogezegd, dan voor die landen. Ja, want er zullen mensen zijn die zeggen, je krijgt dat gewoon niet allemaal geregeld zo. Je hebt veel meer voedsel nodig voor de afnemers dan dat je het allemaal zou met fair trade of met korte keten doen. Klopt dat? Dat je grote voedselvoorraden of nodig hebt om de hele markt te bedienen. Je kan het niet doen met wat je... Je hebt grote productievoorraden van graan bijvoorbeeld of van groenten nodig om alle monden te voeden, om het zo te zeggen. Dus je kan het niet korte keten houden of fair trade alleen.
Ah, ik denk dat er is een discussie, hè, over, ja, is een discussie kan je over, ja, op een agro-industriële manier de wereld voeden? Of, inderdaad. Op een agro-ecologische manier de wereld voeden. Hè. Dus, ik ga ervan uit dat dat wel kan, op een meer duurzamere manier dan de agro-industriële. Maar de vraag die je ook stelt, denk ik, is moet elke lokale markt zelf voorzienend worden? Of voor zich, alleen ja, voor zichzelf produceren? En dat is natuurlijk een andere vraag, dan het dan niet altijd opportun is, omdat je inderdaad gebieden hebt waar je beter koffie kan telen dan anderen. Hier kan je dat niet telen bijvoorbeeld, of zelfs graan, of zelfs wijn. Dus er is wel iets voor te zeggen. Het probleem is alleen dat je moet vermijden dat dat op een onduurzame manier gebeurt. Ook in dat transport moet je verduurzamen, in die productiewijze. En ook in die sociale duurzaamheid moeten nog belangrijke stappen worden gezet. Dan moet eigenlijk elke vorm van uitbuiting worden vermeden. Dus op zich heb ik niet zo'n probleem met de geografische uitgestrektheid van waar je dingen produceert en consumeert. Maar wel met de manier waarop je dat als mens gaat organiseren, als maatschappij of als markt. En hoe kan je dat dan, dat sociale en dat ecologische, op elkaar afstemmen? Want het is natuurlijk geen garantie dat als iets een biolabel heeft gekregen, dat dat ook sociaal goed geproduceerd is en dat de werknemers die bijvoorbeeld op die boerderij werken, dat die niet uitgebuit worden. Nou ja, dan, bio en fair is dan natuurlijk het begin van een garantie, hè? Maar dan moeten ze twee labels hebben natuurlijk. Hè. Het is niet het ene... Ja, maar dat is perfect mogelijk natuurlijk. Heel veel, in de Oxfam Wereldwinkel bijvoorbeeld zijn heel veel producten bio. En binnen 5 jaar zullen die bijna allemaal bio zijn. Dus je kan die keuze wel maken als organisatie, als beweging, als consument ook. De vraag is alleen, ja, hoe ver gaat de markt daarin mee en gaat de consumenten daarvoor openstaan natuurlijk. Mm-hmm. Dat leidt ons tot het laatste hoofdstuk. En wat zijn de uitdagingen? We hebben al gezien dat het de redelijke goede richting uitgaat en dat corona daar misschien een en ander in heeft versneld. Wat zijn jullie belangrijkste uitdagingen? We gaan terug naar de bron, naar Maarten, hè, de producenten. Waar kan het nog verbeteren voor jou, in jouw manier van werken? Ik denk dat vooral... Er wordt soms veel... Of misgecommuniceerd over een bio, gelijk als de vraag van biologisch kunnen de wereld niet voeden. En is biologisch wel klimaat beter, zo gezegd? En we worden dan verschillende wetenschappers dan tegen elkaar eigenlijk tegenspreken. En denk dat de consument daar aan de duur ook niet meer het bos door de bomen zit. Dus ik denk dat we daar nog meer werk aan hebben als biologische sector om ons toch te profileren of onze sterke punten beter in kaart zetten. Om zo de consumptie van de biologische producten omhoog te krijgen. Oké. We hebben het ook al over het Fairtrade-label gehad. Zou dat goed zijn om voor jullie ook een soort van prijsgarantie te hebben voor jullie producten? Een soort Belgische Fairtrade? Zou dat ook een goede optie zijn? Ja, ik denk... moest dat mogelijk zijn om ook een soort van logo van de Fairtrade... ons producten te krijgen, dat dat een extra stimulans is om de verkoop. Ik denk niet dat dat verkeerd zou zijn. Ja. Hoor je dat bij jouw klanten ook, Ruud? Sowieso, maar ik denk ook wel dat wij zelf ook garant staan voor... We hebben elk product met zorg uitgekozen. Ja, wij hechten heel veel belang aan het verhaal erachter. Dus wat ik eerder al zei, zo die authenticiteit en zo, en in het verhaal dat wij zo, het feit dat wij zo transparant zijn... neemt dat belang aan zo'n label eigenlijk weg. Mm-hmm. Omdat wij er zelf garant voor staan. En het is vooral bij ons aan de producten die van verder komen. Daar is dan belang groter van mm-hmm. een label dat eraan hangt. Jullie bouwen eigenlijk een soort vertrouwensrelatie tussen boer en klant. Mm-hmm. En staan dan zelf garant, omdat je die beide partijen goed kent natuurlijk. Mm-hmm. Dat is wel... een interessante manier om lokale, verse producten aan de man te brengen, die ook voor de boer heel, heel goed zijn meestal. Mm-hmm. Ja. En zijn jullie daar als Oxfam dan ook over aan het nadenken, over zo'n Fairtrade-label voor Belgische boeren bijvoorbeeld? De boeren in het noorden zijn nooit onze focus geweest, denk ik, tot 5 jaar geleden. Dus het is vooral ingezet op de
coöperatie in het zuiden, die met nog wel een probleem van een andere orde te maken hebben natuurlijk. Dus zeer zwakke markten, zwakke steunmaatregelen, een veel, veel precairdere situatie dikwijls dan boeren hier. Dus dat is een beetje onze historische rol geweest, maar die wordt nu wel aangepast, omdat je ziet ook gewoon dat heel veel boeren het hier moeilijk hebben. Hè. Want uiteindelijk willen we eens terugkomen op die gegarandeerde minimumprijs. Het is eigenlijk heel absurd nu dat wij via subsidies aan boeren eigenlijk een gegarandeerde minimumprijs moeten bieden. Dat is eigenlijk een verdoken vorm van ondersteuning waar weinig mensen zich vragen bij stellen. Het is raar dat je enerzijds wilt dat je producten goedkoop zijn en dat die boer zo goedkoop mogelijk moet produceren, maar anderzijds dat je wel toestaat dat je subsidie, je belastinggeld uiteindelijk, wordt gebruikt om die prijs dan op te krikken. Dus je betaalt twee keer. Je betaalt weinig in de winkel en dan betaal je nog eens een deel daarvan via je belastingbrief. Ja, hoe zie jij dan, als je dit nu hoort, hè, die evolutie in de organisatie zoals Oxfam en hun manier van het anders te gaan bekijken wat fair trade is en ook dat het nodig is om landbouwers zoals jij te steunen. Vind je dat een goede evolutie? Hoe kijk je daar naartoe? Ja, ik denk zeker niet dat het verkeerd is om duurzame modellen te ontwikkelen in de nabijheid of in het zuiden, om zo toch de mensen de keuze te kunnen hebben dat ze voor duurzame producten kunnen kopen. Mm-hmm. Maar wordt het dan iets van de klant? Is dat dan zo'n beetje de omschakeling? Dat je zou kunnen zeggen, geef het dan een Fairtrade label waar de klant wel een juiste prijs voor betaalt. Misschien minder subsidies. Dat het gewoon dat de steun zich op een ander niveau bevindt eigenlijk. Dat je het meer bij de klant legt dan bij de overheid bijvoorbeeld. Ik denk dat eigenlijk altijd beter is. Allee. Het zou makkelijker zijn moest er gewoon geen subsidies niet meer zijn van Europa. Maar dat de klanten zelf gewoon meer voor het product geven. Ik denk dat ook als boer zijnde dan meer erkenning krijgt van je klanten, hè, tegen dat ze nu soms de consumenten zeggen, allee, allemaal dat Europees geld gaat allemaal naar die boeren, maar dat ze dat dan niet zien, dat eigenlijk een soort verdoken subsidie is op het goedkoop voedsel. Mm-hmm, voilà, ja. Dat is toch een vraag die ik ook nog eens moet terugkoppelen naar Ruud, hè, naar de klant, want ik zie jou knikken. Gaan we de verantwoordelijkheid of het bewustzijn bij de klant leggen, meer dan bij de overheid? Goh, ik blijf vinden dat een in-in verhaal is. Dus ik denk dat er nu al wel een grote mentaliteitsverschuiving is, wat we al hebben gezegd. Dus dat mensen echt wel, allee, dat we toch een toename zien van dat bewuster consumeren, maar het puur bij de klanten liggen, of bij de burgers, klopt ook niet. Mm-hmm. Wat denk jij, Tom? Ja. Uiteindelijk moet de overheid ook moet het kader scheppen, hè, waarbinnen je voedsel kan verbouwen en consumeren. Dus lijkt mij, je kan die dimensie zeker niet wegdenken en verwachten dat die klant alles zal oplossen. Dus die wetten en limieten aan die vrije markt moeten door de overheid worden opgelegd natuurlijk. Laat ons niet vergeten dat, hoewel er veel veranderd is nu, hè, na corona, dat er een soort bewustzijn gegroeid is, dat dat nog altijd niet over de grote meerderheid van die consumenten gaat. Dus ik zou niet alleen rekenen op de spontane verlichting van de consument. Nee, als die er al is natuurlijk, hè, want mensen vergeten natuurlijk snel. Straks is corona voorbij, iedereen is gevaccineerd en gaat het misschien opnieuw de slechte kant uit. Dat is misschien mijn laatste vraag aan jullie allemaal. Wat denken jullie? Gaat het de goede of de slechte kant uit? Zullen de mensen vervallen in hun oude gewoontes of hebben ze echt iets bijgeleerd? Ik ga nog even de tour de table daar rond doen. Tom, begin jij maar. Ja, ik denk dat die evolutie naar bewuster consumeren, of het groeiende draagvlak daarvoor, dat die eigenlijk al bezig was voor corona. Hè. Dus al een aantal jaren zien we een verhoogde interesse in de oorsprong van de producten en een voorkeur voor duurzaamheid, zij het ecologisch of sociaal. Dus die evolutie is niet alleen door corona in gang gezet, is een beetje versterkt nu, denk ik. Dus dat stemt mij dan wel hoopvol. Oké, hoopvol, dat onthoud ik. En bij jou, Ruud? Ja, ik beaam wat er gezegd wordt. Hè. Dus dat was inderdaad ook het idee van ons om te ondernemen. Dat kwam ook niet uit het niks. Dus nu, het was al langer dat we met dat idee speelden. We zijn daarmee net voor corona begonnen. Maar ik denk inderdaad, het is echt al
het is een tendens die al lang bezig is en die zich wel gaat voortzetten. Daar ben ik wel van overtuigd. Mm-hmm. En jij, Maarten, zie jij het zitten? Ja, ik zie het zitten. Nee, ik denk wel dat ook wel dat de mens zich meer bewust is van de duurzame producten dat ze kunnen kopen. Ja. Ja. Ik denk dat dat dan een goede manier is om dit af te sluiten. Ik denk, dit was geen café met publiek zoals het eigenlijk had moeten zijn, maar dit publiek kan veel groter zijn als je het allemaal nog gaat delen, ook op de sociale media. Laten we hopen dat er heel veel mensen naar jullie zullen luisteren en kijken en dat de boodschap doorgegeven wordt. Heel hartelijk dank aan Ruud, aan Maarten en aan Tom en aan het publiek.